trad hij eerder op voor een handjevol toeschouwers. Nu staat hij 12 december in de Ziggo Dome. De Nederlandse Engelbert Humperdinck, René de Wit, alias René Leblanc. Woehoe. Doel van het jaar is eind van het jaar mijn eigen gewoon op de kaart zetten. Echt de landelijke doorbraak, dat iedereen weet wie René Leblanc is. Dit is René de Wit. Tenminste, zo stond het op zijn geboortekaartje. Tegenwoordig noemt hij zichzelf René Leblanc. De liefde zit nu in mijn hoofd door die spontane lach. Het meest populair is hij met zijn act als de Nederlandse Engelbert Humperdinck. En zeg nou zelf, René en Engelbert, zou dat toch zo broers kunnen zijn? La 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 la. La 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 la. René wil nu vooral ons eigen land veroveren. Laten we dansen tot de zon opkomt. Na vannacht weet ik zeker. René. Wat leuk om dit terug te zien. Ja, goed toch? Ja. Vooral die babyfoto, hè? Dat is lang geleden. Ja. En je grootste droom is doorbreken en bekend worden. Ja. Waarom? Ja, ik zit natuurlijk al vanaf mijn 18e jaar in de muziekwereld. En er zijn natuurlijk ups en downs in geweest. We zouden in de Soundmix Show staan in 87. En eerst een auto-ongeluk gehad, dus er werd uitgesteld. Je komt weer in een ander circuit terecht. Je gaat revalideren. Je probeert het weer opnieuw. Je komt in Duitsland terecht. Daar ligt een carrière voor de boeg. Maar door privéomstandigheden kom je terug naar Nederland. Dus je laat weer een kans liggen. Mm. En de bal die blijft eigenlijk maar een beetje doorrollen. En ja, je ziet deze beelden terug. Toch in 2010 tot 2013 een beetje Nederlandstalig geprobeerd. Dat is niet mijn ding, maar je wilt toch met je gezicht op de televisie. Ja, waarom? Waarom wil je dat? Gewoon, ik wil een stukje meer bekendheid zien te krijgen in Nederland. Ik zit best wel veel in België en ook wel in Duitsland. Ja, maar waarom die bekendheid dan? Dat is toch een, ja, daar ben je artiest voor. Ja, dat is een doel. Ja. Ik heb best veel platen uitgebracht. En ik heb gezegd, we gaan in 2013 het roer omgooien. Ik ga terug naar mijn roots. Dus als Engelstalig Tom Jones, Engelbert Humperdinck. Dat zijn we al 7 jaar aan doen in België weer. Dat gaat echt ontzettend goed. Ja, toen kregen we de kans om dus nu bij SBS de serie Ik Geloof Mij te gaan brengen. Ja. Die we natuurlijk al hebben gedaan bij... Bij Omroep Gelderland, 7 jaar geleden, ja. Ja. Maar de keerzijde van de medaille is dat alle ogen op jou gericht zijn. Ja. Daar weet Forum voor Democratie alles van. Ja. Hij zei wel heel mooi, blijven geloven. Dat heeft hij vaak gezegd. Ja. Maar het heeft ook een keerzijde, want Angela de Jong schreef een pittige column over jou. Was niet heel aardig. Nee, maar Wat doet dat met jou? Nou, weet je, ik heb zoiets van... Ik zat er bij Bo en dan mag je gewoon zelf je verhaal doen. En ik vind als iemand iets over jou schrijft, dat moet duidelijk zijn, maar je kent de hele persoon niet, dan vind ik dat een stukje lef hebben. Mijn gevoel is dan, bel mij op, ga het gesprek met mij aan, maak daar je eigen verhaal van, dat kan. Maar ga niet zomaar dingen schrijven die niet waar zijn. Hè? En wat stond er in waarvan jij zegt dat niet waar? Ik heb ook dingen gezien in de andere krant, dus ik wil niet de verhalen door elkaar heen halen. Maar er stond erbij de man met zijn bloedsever los, met zijn te grote kruis. Nou, ik weet niet, je moet goed inzoomen. Wil je mijn ketting zien? Wil je jouw kruis zien? Nou, dan moet je nog, hè, maar dan gaan we stil. Ja. Maar dan denk ik, je mag schrijven wat je wil. Maar als je me niet kent... Het is duidelijk, je mag je blouse net zo ver open doen als jij wil. Ja, weet je wel? Dat is jouw blouse en het is jouw lichaam. Dus wat jij laat zien, als wij het niet erg aanstootgevend vinden, mag jij dat doen. Maar, raakt jou dat niet? Zeg maar dat mensen iets van je gaan vinden? Dat op zich niet zozeer zo. Kijk, de reacties zijn voor 80% positief. En natuurlijk is er een groep die zegt van, nou die René die bluffelt, die gaat het allemaal niet redden. Ieder mag zijn eigen mening geven. Mm. Dat is helemaal geen probleem. Maar op het moment dat er ook verwensingen komen met ziektes, dan denk ik, jongens, waar zijn we mee bezig? Ik heb een schoonmoeder thuis ziek zitten, dat is niet leuk. Ja. En als je dan wordt geconfronteerd van, ach, was die bomen dikker geweest voor 30 jaar geleden, had die auto maar meer stukken gebroken, krijg de ziekte. Mm. Ja, dan denk ik, mensen, waar zijn we mee bezig? Ja. Laat iedereen in zijn waarde. Ja. Ja. Hey, het gaat inmiddels hartstikke goed met jou. Het gaat heel goed. Fantastisch nieuw nummer, een clipje erbij. Ja. If I Tell You That I Love You. Yes. Kijk even een stukje. A love that's filled with understanding. It will stand the test of time. If I tell you that I love you, forever to be true, we'll always be together. This I promise you. Als een dolle op Spotify, Het is onbegrijpelijk. Ik heb het met Edwin in de weektijd heeft hij het geschreven. Want we waren natuurlijk aan het draaien voor de serie. Dus er moest een nummer komen. Ik heb ook aangegeven, nou, ik wil het in de stijl van Engelbert. Een beetje het quando-quando gevoel. Ja. Nou, Ed heeft daar dus goed op gereageerd. Maar dat het zo'n hype zou worden,
Onbegrijpelijk. En dan wordt het heel... loop je dan binnen, eigenlijk? Ik heb er niet gekeken. Nee? Nee. Wat denk je? Ik heb geen idee. Ja. Ik weet niet. We worden momenteel zo geleefd op dit moment. En, het nummer is natuurlijk geschreven door Edwin. Ja. Dus ik ga eens even bellen vanavond hoe de stand van zaken is. Hoe het gaat. Maar het nummer is bij studentenverenigingen. Vrachtwagenchauffeurs die bezig zijn. De kermis die stuurt hashtag bij we steunen René Leblanc. En dan krijg je tig filmpjes thuis stuurt. Maar wat je dan leuk vindt, dat je daar een jongetje ziet lopen in zijn Superman pak. Met een microfoontje. En die loopt dan te zingen. Here I tell you. Ja, dat krijg ik kippenvel. Dat is zo mooi. Je bereikt wel wat je wil, hè? Ja, zeker. Ben je nou die artiest die je wil worden? Of die topper? Ja, ik weet het niet. Mijn bekendheid is in 6 weken tijd zo enorm gestegen. Maar goed, we zijn niet veel in het openbaar vanwege corona. Dus je gaat niet een keer een hapje eten deze week. Hè? Althans al weken. Sorry, je komt niet in een café. Ja, maar dat is wel zuur. Als je eigenlijk gewoon zo leuk vindt om onder de mensen te zijn. Ik lees natuurlijk wel de bladen worden. En ik volg de media. En op het moment dat studenten mij tegen het rolluik staan te kloppen. Want de bel zit achter het rolluik. En je maakt open. En nee, we hebben je gegoogeld, morgen want je de foto. Dan denk ik, ben jij niet is... erg? Ja. Nee, natuurlijk niet. Weet je wel, nee, ik ben wie ik ben. Bij jou mogen ze gewoon aanbellen. Nee. Ja, als het rolluik is, dan moet je kloppen. Ja. Maar ben je daar dus waar je wil zijn. Hè? Je bent eigenlijk die topper nu. Ja. Ben je niet heel bang dat het straks ook weer ophoudt? Ik weet het niet. Laten we voorlopig genieten van het succes wat er nu heerst. We zijn natuurlijk bezig met een stappenplan. We hebben een prachtig mooi team achter ons staan van tekstschrijvers, een goed artiestenbureau. Een manager die de zaken allemaal regelt. En we zijn eigenlijk al bezig om te plannen. Klinkt ver weg, maar tot 2023. Zo. Dus we lopen echt vooruit om gewoon een mooi plan te maken. Zodat je verder kunt scoren. Ja. Maar goed, dat zou u wel bekend zijn, denk ik. Je moet een stappenplan maken, want anders kom je niet verder. Dus. En dan in de Ziggo Dome dus, 12 december. Ja, en dan nog een keer. Ja, maar met 30 man, dan sta je in die Ziggo Dome. Ja, we waren ook zo uitverkocht. Ja. Nee, maar het leuke is wat ik al zei straks. Alleen al op mijn social media waren er 1100 kaarten waren er al verkocht binnen een uur tijd. Ja, dus we hopen op betere tijden. Ja. En wie weet zegt Talpa volgend jaar, we gaan weer de Ziggo Dome doen. Als corona vrij is. En dan gaan we kijken waar het schip gaat stranden. Jongen, dus. This is the moment. Ja, heel veel succes. Ja.